Het is een beetje Matties Mysterie vibe zo op de parkeerplek. Ik voel me ontvoerd. Hallo, ik heb een filmpje. Heren, goedemorgen. Hoop ik heb jullie lekker geslapen. Eén van de twee teams moet mij vinden. En als je mij vindt, word je uiteraard rijkelijk beloond. Jullie kennen me. Afgezogen. Jullie hebben een kluisje gekregen. En op de kluis staat een cijfercode. Het is belangrijk dat je deze cijfercode kraakt. En het eerste cijfer kan je verdienen door een challenge. De challenge is niet lastig. Zo awkward. Wat je moet doen om het eerste cijfer vrij te spelen, is een foto te maken van dat je een heet kopje thee drinkt. Dat klinkt allemaal makkelijk, zou je zeggen. Je rijdt even naar het benzinestation en haalt een kopje thee. Alles mag, maar je mag geen kopje thee bij het benzinestation halen. Wat een bizarre challenge. Hij zei van ayahuasca thee of zo. Volgens mij dacht hij dat het geknipt ging worden of zo. Trouwens, alle opdrachten moeten rijdend uitgevoerd worden. Je mag dus nergens met de auto stilstaan. Dat jullie het even weten. Stuur mij een foto dat je een heet kopje thee drinkt. En dan krijg je het eerste cijfer van het cijferslot. Help mij. En succes. Hey, we kunnen dus ook gewoon niet zoeken. En dan zijn we gewoon klaar. Hey. Maar hij is helemaal de weg kwijt. Hij is echt oprecht Ik wilde hem dus helemaal niet vinden. Maar toen hij zei, word je rijk? Dat ik heb best wel gepijpt te worden namelijk. Dus misschien ga ik toch maar even. Ik heb dus één keer GHB genomen. En dan ga je ook zo praten. We hebben dus het kistje wat we moeten kraken, dat hoorde ik wel. Oh, ja. Dit heeft dus 3 cijfers en dus maar 1000 opties. Voordat we bij de volgende locatie zijn met rijden, kun jij die al gegokt hebben. Ik ga letterlijk gewoon wel voor even proberen. Nee, dus ja. Dat gaan we toch niet doen? Natuurlijk wel. Dat is echt te sneu. Stel, ik heb hem wel. Waarom zou ik het niet een beetje proberen? Kijk even dat filmpje. Ik heb niet eens gehoord wat ik moet doen. Eén van de twee teams moet mij vinden. En als je mij vindt, word je uiteraard rijkelijk beloond. Jullie kennen me. De challenge is niet lastig. Alle opdrachten moeten rijdend uitgevoerd worden. Je mag dus nergens met de auto stilstaan. Hoe kan dat nou? Oké, nergens met de auto stilstaan. We gaan nu wel stil. McDrive. Maar zelfs daar sta je af en toe stil. Ik heb ineens een hele andere theorie. Ik zat nog te denken, waarom laat hij die grote pauzes vallen? Dat is te overdreven. Dat hij elke zin met een letter begint of zo. Ja, dat is altijd zo. Ja, okay. Dat kan helemaal niet anders. Oftewel, hij deelt zijn verhaal op in 3 stukken. De cijfercode heeft 3 getallen. Ja, en dan? Laten we even kijken welke letter die blokken mee begint. Oké, wacht even. Het is echt zonde van dit. Nee hoor! Stel, wat is dit? Ja, dat hebben we al gewonnen. Heren, de H. A, B, C, D, E, F, G, H. 8. Ik zit trouwens te denken, het gaat maar van 1 tot met 9. Dus ik kan ze met de eerste 9 letters beginnen stuk. Best luid, want je hebt 26 letters. Ja, maar daar heb je toch over nagedacht? Ja, dat hoop ik. Stel dat dit komt uit en het zijn precies allemaal letters van de eerste 9. Jullie hebben een kluisje gekregen. Nee, dat heb ik niet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, kut. Oké, dat stuk. En dan nu het laatste stuk. Even kijken. Wat je moet doen om het eerste cijfer vrij te spelen. We gaan een thee halen bij de Mackie, want dat telt denk ik. Staat die gozer tegen Milo's auto aan te zeiken. Robert, wat zie je er ongelooflijk knap uit. Ik ben wel eens vroeger wakker geworden, maar ook wel eens heel veel later dan vandaag. Jezus. Wij zijn bezig met de eerste opdracht. En de eerste opdracht was een beetje vaag, maar ook weer niet. Want we moesten in de auto blijven zitten en we mochten niet stilstaan. Als je dan thee wil halen, dan blijven er niet veel opties over. Want je kan niet bij iemand thuis thee gaan halen, je kan niet bij een tankstation thee gaan halen. Dus dan blijft er één ding over en dat is een drive van een bepaald restaurant. Ik heb wel verschrikkelijk zin in zo'n verse muntthee, maar dan moet ik wel zeggen dat ze die heel vaak niet hebben. Dat gaan wij halen. Dan moeten we dus elke keer, jij op je koppeling, heel lang zo blijven rijden. Op de koppeling in de automaat, maar goed, maakt verder niet uit. Dat moet niet, tot zo! Oké, plannen campagne sowieso. We zijn dus nu aan het rijden, want we moesten rijden blijven. Ja, we mogen dus niet stilstaan. Hij zegt er zo specifiek bij dat we wel die opdracht op de goede manier willen doen. Nu hebben we mogen dus niet meer stoppen met rijden en we moeten een thee zien te krijgen. Maar nu hebben we het soort uitgespeeld. Nu hebben we gewoon een soort rondje wat we kunnen rijden. Dat, en dan kunnen we alsnog gewoon lekker lang nadenken. Maar we moeten thee halen, maar we nog niet bij een tankstation. Nee, er blijft toch maar één optie over. De MC. Nee, dan gaan we gewoon naar de MC. Wat als ik op de parkeerplaats gewoon rondje blijf rijden? Want in McDrive is ook stilstaan. En dan spring jij eruit, ga je binnen thee halen en dan spring je die weer in. Zo al rijdend. Echt serieus, wij vinden het een ontzettend goed idee. Jullie zijn door naar de volgende ronde. We zijn er bijna. Dit is de eerste hobbel die we... Oh nee, kut. Je mag daar niet stoppen, hè? Je moet nu heel zachtjes gaan rijden. Nee, je mag niet stoppen. Hoe gaan we dit echt zo letterlijk nemen? Ja, dit is toch een spel? Ja, ja. Als het gewoon levensgevaarlijk is, stel je op mijn stopbord. Die haal jij door. Ik ga niet stoppen. Zie, ik laat hem rollen. Dat is ook energiezuinig. Ja, dat kijk eens goed, even, ja. Zo spaar ik ook nog eens even brand. Hier heb ik voorrang voor het leven, deze rotonde. Het zijn heel veel levensgevaarlijk punten, dit. Moet ik alvast een gordeltje los? Ja, doe het gordeltje maar los. Ik rol nog steeds, ja. Hij is weg. Krijg je tintelvoeten? Dan krijgen ze een zieke tintelvoet aan. Ja, maar hier, dit is echt een moeilijk stuk, mensen. Hier kun je dus eigenlijk, dit is een soort doodlopende sliert. En die kun je normaal gesproken, als die helemaal vol staat met auto's, kun je die niet soort van rijden zonder te stoppen. Maar nu, omdat het hier helemaal leeg is, kan ik gewoon rondjes blijven rijden.
Dus mensen denken ook, what the fuck? Ja, 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 die draai haal ik makkelijk. En zo kan ik onbeperkt rondjes blijven rijden. Suus! Hé, hey, kerel, ik neem aan dat je ook 2 Big Macs meeneemt. Ik heb al besteld. Ah, joh! Ik ga nog 2 Big Macs bestellen om 9 uur 's ochtends, maat. Ja? Nee, dat doe ik echt niet. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Kom mee naar buiten. Super vette bierrol. Goedemorgen, mag ik 2 verse munthee? Nou, mooi. Nu wordt het gevaarlijk. Oh, ja, blijf rijden. De thee! Welkom bij een nieuwe mukbang. Hey, Nabal! Wat een prachtige foto. Ik had ook niet anders voor je verwacht. Het ziet er echt mooi uit. Zou dit van tevoren zijn opgenomen? Om je als het houvast te geven, komt hier het eerste cijfer. Het eerste cijfer is een 0. Ik geef dit een 0. Een 0 min plus 0. 0 min. Godverdomme, hadden we ook al kunnen gokken. Die kost ons 1 op 10. De volgende hint hebben jullie nu in je handen. T. Ja, wacht. T. Is een T niet de 21ste letter? Oh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, kijk die dikke Milo daar. Heel wat dikzak. Dat is de 15e letter. Dus dat is 015. Deze theorie, waarbij er letters in het alfabet geteld worden, leidt naar helemaal niks. Maar in de tussentijd valt Roel wel iets anders op aan het kluisje. Oh, hier. Wat doe je nou? Dit staat erop gelijmd. Er zit een briefje in. Ja, je weet het er zo uit. Er staan coördinaten staan erop. Een plek in Hoofddorp. Les, hoe lang rijden? 29 minuten. Nou, laten we daar dan heen karren, toch? Ja. Mensen, update. Er wordt nu steeds raarder naar mij gekeken. Ook door mensen met van die gele hesjes. Nou, die zijn hartstikke gevaarlijk. Update nummer 2 is dat ik Rob heb gespot. Die staat ook op deze parkeerplaats, maar die staat gewoon stil. Kijk, zien jullie daar die RS? Die RS, ja. En dit is hem. Potverdorie, vals aan het spelen, die jongen. Oké, grote moment. Hij moet nu weer instappen. Ja, maar. Ja, stap. Rustiger rijden. Ja, rustiger rijden. We rijden nog. Oh, we rijden nog steeds. Au! Krijg je dat tintelvoeten van? Hij zit hoor. Hey, maar zijn daar? Die staat toch hartstikke stil? Ho! Die staat hartstikke stil daar. Ja. Ik weet niet of we misschien de regels iets te letterlijk hebben geïnterpreteerd, maar die staan daar de hele tijd gewoon stil. Voor mij is dat stilstaan. Jullie hebben vals gespeeld. Wil jij trouwens een Big Mac? Heb je een Big Mac gehad? Ja, tuurlijk, ik neem een Big Mac mee. Hoeveel heb je gehad? 2. Nee, niks voor mij. Hey, maar trouwens. Ja, lekker. Ik heb wel zin. Theetje. En gewoon verse muntthee. Ja? Die gaan we even aan Koen sturen munt, en dan krijgen we een munt milkshake. Ik stuur een foto naar Koen. En met die beeld zitten we dus wat zo netjes, hè? We krijgen nu als goed is de volgende hint. Ja, een getalletje en dan meteen de volgende opdracht erbij. Oh, filmpje. Dit is wel leuk. Filmpje. Mannen. Wat een prachtige foto. Ik had ook niet anders voor jullie verwacht. Heeft hij natuurlijk al ver van tevoren opgenomen. Om nu alvast wat houvast te geven, komt hier het eerste cijfer. Het eerste cijfer is een 0. Die hebben ze tekst lezen. De volgende hint hebben jullie nu in je handen. Wat? Die T. Een T. Maar even, we mogen nu wel weer stoppen, toch? Nee, dat mag helemaal niet volgens mij. Nou, dat doen we het gewoon niet. Dan blijven we gewoon rondrijden. Oh, zo. Maar de volgende hint als in naar het volgende getal toe. Ja, dat denk ik. Of naar de volgende locatie. 1, 2, 2. Hint hebben jullie in hand? Ik heb geen getal in mijn klauwen. Ja, ik heb 1 T. 1. Ja. 0-1. 0-1. Ja, dat zou het oprecht gaan zijn. Je hebt 1 T. Een T heeft er niks mee te maken. Er is iets anders dat je nu in je handen hebt. En vooral het woordje hou vast is waar je op moet letten. Om u alvast wat houvast te geven. Hij shoot dit en er zijn 2 dingen van die zeker weten dat we het nu in onze handen hebben. Telefoon, lul en... Ja, pik en kont. Nee, en stuur ook, want dat is een stuur. Is dat ook een 0? Zo, zou niet kunnen. Omdat je daarom zegt dat je moet rijdend blijven. Dus je hebt sowieso een stuur in je handen en stuur lekker op een 0. Dat is niet gek bedacht, dat is heel, dat is hem. Dit is hem. Kijk, dit stuur is gewoon een 0. Dat is hem gewoon. 0-0. Ja, nu, en hoe komen we dan een 30 getal? Ja, misschien zit hij hierin verstopt. Jij bent 1 van die T. 0-1. 0-0-1. 0-0-1. Zal ik 0-0-1 proberen? Probeer 0-0-1. Dat zou echt super dom zijn. Want als we dus gingen gokken van 0-0-0 naar 1000, 999, dan waren we dus met de tweede allemaal goed gegokt. 0-0-1. Dat zou echt zwaar dom zijn. 0. En dan die 2, kijk, je hebt dat zuur in je handen, dat is een 0. Mag ik loten? En dan 1, denk je. Ja. 1 T. Dat vind ik echt een domme hint. Klaar voor? Ja. Nee! We hebben dus de coördinaten gevonden in de hendel van het kluisje. Daar gaan we nu naartoe rijden. Dat is ergens in de buurt van Schiphol, van Hoofddorp. Dat wilde ik ook weer doen. Oh ja. Gas geven. En zo gaan Raoul en Robbie goed van start en haasten ze zich naar de locatie die op de brief stond. Bij Matty en Milo begint de frustratie inmiddels flink toe te nemen. Zit hier niet in. Wat wil je aan doen? Wat doe je? Wat wil je aan doen? Kut. Goh, ja, weet ik heb een hand wat afgebroken, Downy. Ja, hoezo is dit nou? Hé, maat! Hou op! Jullie briefje! Dit is gewoon gelijmd! Lijm! Maat, hier zit een heel klein briefje, kijk dan! Hoe krijg je die zo? Ja. Ja. Zit daar iets in, hè? Dit is echt super goed bedacht. Ja. Anders uit. Oeh, dat ging niet bijna!
Oh, kijk. Heb je hem? Het is een locatietje. Oh, wat? Laat eens kijken. Ik ben echt benieuwd. Ik moet even goed focussen. Zal ik het even invoeren? Ik ben zwaar benieuwd wat ja, het is. Ja, voer even in. Oh, dit is in Turkije. Nee, tuurlijk niet. Dit is bij Alsmeer. Ja, Alsmeer, dat is je best in de dit buurt. Dit is bij Koenpack BV. Wat is dat nou weer? Mensen, dit is Koenpack BV. Daar gaan we, alhamdulillah. En zo gaan Matt en Milo op pad naar Koenpack BV. Wat overigens een andere locatie is dan de Fanny Blankers Koen Sportzaal. Waar Roel en Robbie inmiddels bij aan zijn. Snap je hem? Allebei een locatie met Koen. Zelfde dag. Oké, okay, 2 minuten. Ja. Tenzij ik een typfoutje heb gemaakt en het dan in 1 keer in Brabant lijkt te zijn. Oh ja, maar dan stoppen we er ook op. Eetcafé en partyzaal. Zo. Dat zou eens even lekker party, zijn. Party. Ik sloeg meer aan op het eetcafé gedeelte. Oh. Goed. We gaan gewoon sprinten. Sprinten? Het is nog vroeg op de dag en de weg is lang. Het is geen sprint, maar een marathon. Het is 2 meter. Hey, ik moet veel zeggen. Oh, er staat een 10 op. 1-0. Zodat het... Bruh. Sowieso zijn wij hier als eerste, want anders zijn we dat ook al lang gedaan. Doet het niet? Nee. 0-10. Amsterdam. Het is er niet, Rob. Nu moeten we die bal pakken. Het werkt niet. Moeten we naar de bal? Ja, jezus. Oh, er staat ook 13 op. Er staat ook 13 op. Er staat echt nog veel meer op. Een Nederlandse vlag. Nederland 13. Engelse 93. Oh, wacht. 13-10. 93. 93 in een jaar? Ja, 13 kan geen maand zijn. Nee, dus er moet dan een dag zijn en dan 10 zou dan oktober zijn. Opstellingen Nederland-Engeland. Of was een wedstrijd? Dat werd 2-0. Ja! Maar even. Zo zou Koen 0-20 doen. Amsterdam. Oh mijn god, waarom hebben we dat niet meteen geprobeerd? Wat? Naar Londen, een vliegticket. Flikken op, ja. Flikken op. Dat is mijn paspoort, je ziet het aan de achterkant. Ja. Het is zeker een kombi. Bel de opsporingstiplijn 0800 6070. Voor de mensen die denken van ja, jullie hebben je paspoort in moeten leveren, dat weet je toch. Ja, dat is dus niet waar. Wij maken dus over een week weer een reis en daarvoor moesten we ons paspoort inleveren. Dus die smiecht heeft ons gewoon genaaid. Robbie en Roel hebben als eerste het kluisje opengekregen en kunnen al heel vroeg naar Schiphol toe. Die komen waarschijnlijk niet in het probleem met de lange wachttijden. Kijk, Koenpack, heel groot daar. Dat is hem, man. Ja, Koenpack, heel groot. Oh, ja, wat ligt er eens op die Koen. Kijk, op die Koen ligt iets. Koenpack BV, ligt er iets op die Koen? Ja, dat is een soort bal. Maar dat weten die mensen hiervan, of is die bal hier gewoon 9 meter te Koen, hè? Nee, zet die auto hier gewoon neer. In Nederland? Ja, dat is een Nederland. Dat is een Nederland zelf dan wel. Ja. Ga jij er even naartoe? Hé, man, Koenpack BV. Niet gek. Kijk, wat is deze bal? Hebben we het al? 93. Nou, dus het 039, dus 093. Nederland, 13. 13, zet er allemaal dingen op. 10. 10. Hey, dit is 1. Je hebt dus 10. Je hebt dus 13. 93. En heb je, wat is die vlag? Nederland-Engeland. Nederland-Engeland. Is het niet een uitslag of zo? Ja, of een jaartal. Stel, je hebt 3 van die dingen. Zijn er toch 3? Je hebt 93, 10 en 13. Ja, zeg het. Dan ga je kijken hoeveel kilometer er overblijft. Kilometer? Ja, maat! Wat na het Verenigd Koninkrijk Nederland en dan blijft er toch 1 over. Zou het niet 1900 kilometer zijn bijvoorbeeld? 1900 kilometer en naar Londen? Ja, weet ik veel. Bro. Ja, ik denk dat het misschien wel zo is. Je denkt helemaal niks. En dan hou je 1 van die 3 vlaggen hou je over. Dat is dan de code. De code? Ja, maat! We moeten toch die kluis maken? Zo. We hebben toch nog 2 getallen nodig voor die kluis, Downy. We hebben 3, we hebben in totaal 6 getallen. Ja? We hebben 3 keer 2. En dat zijn er 4 en dan die 3 is 7. Kijk, je hebt 3 vlak op die bal. Ja. En je hebt 1 van de 3 nodig misschien. Je hebt er 1 van de 3 nodig, dus je moet er 2 elimineren. Nee, we moeten iets bedenken. Er is natuurlijk iets met die Nederland. Een voetbalwedstrijd van Nederland tegen Engeland. Bruh. Het Verenigd Koninkrijk. Misschien was het vroeger wel gewoon dat ze wedstrijden tegen het Verenigd Koninkrijk speelden. Nee, dat hebben ze nooit gedaan. Dan gaat het over kilometers. Kun je niet die dingen eraf halen, die vlaggen? Zet er iets op de achterkant van die vlag of zo? Nederland is hier en Engeland is daar. Zo, dat is een goeie. Dat het soort aarde is. Zo. Ja. Zo. Ja. En onze code is dan 10. Ja. Hoe kom je daar dan bij? Nou. Ik weet vrij zeker dat wij goed zitten. Goed auto staat. Oh ja, goed auto. Lekker. Over 1,5 uur vertrekt het vliegtuig van Robbie en Raoul naar Londenpas. Gelukkig ook maar, want dat tempo op Schiphol kan wel wat sneller. Want daardoor lijken de andere jongens een kans te hebben om wat tijd goed te maken. Alhoewel het volgende raadsel ook niet van zijn leien dakje gaat. Dit is niet Engeland, dit is het Verenigd Koninkrijk. Er zit ook Wales en Schotland bij. Nou, als je die bij Engeland gaat, dan worden ze echt fucking boos. Je weet toch hoe Koen is. Dat zou Roel ook weer los op zijn gegaan. Ja, die gaat er zeker los op. Die maand moet oktober zijn. De maand moet oktober zijn. Dat is de enige waarmee je een maand kan maken. Dat is de 10. Oh, dit is een datum. Ja, dat net, ja. Ik ben er even niet bij nu. Kerel, denk nou zo snel. Okay, dus 93 is het jaar. Dat moet dan wel. 13-93. Ja, 13-10-93 hebben ze gespeeld. WK 94. Kwalificatie. Nederland-Engeland 2-0. Het is wel gewoon die vlag van Engeland. Ja, dat is wel Engeland, ja. Koen, jongen, wat ben je aan een frietpan? Wat is het nou? Oh, kut. Dus 0-2-0. Oh, je denkt dat die 2-0 die code is? Ja, 0-20. Van het kluisje. Zullen we eens kijken? Ja, doe dat maar. 0-2-0. Even kijken. Ik heb ook geen handvat meer. Hij gaat open. Hoppa.
Een vliegticket naar Engeland. Amsterdam, Londen. Ah, vandaar die Nederland, Engeland. Voor meneer Matthias het lam. Lekker zeg. Ga je ook nog mee, of niet? Ben ik de enige? Ja, ik heb ze. Oh mijn god. Onze paspoort zit er ook al in. Hij gaat om 10 over 1. Vandaar dat hij zijn paspoort er nooit terug heeft gegeven. Het is nu 10:30 en om 10 over 1 gaat dat ding. En natuurlijk. Dat is het voordeel. Je mag die niet met water dat doen, maar met die lege fles wel. En die kun je gewoon overal vullen met je lekker eigen smaakje naar keuze. Goed, jongen. En het mooie van Airup is dat ze nu feestdagenbundels hebben. Die moet je maar eens checken. Weet je wat die inhouden? Nou? Dit is er eentje. Halleluja! Dat is echt een top bundel. Maar je hebt ook een hele andere bundel, zoals deze. Halleluja! Het is een bundel voor ieder wat wil. Dus je kan nu een leuk cadeau voor de feestdagen scoren. Met grote kortingen als je zo'n bundel haalt. Ja, wil je nou iets halen gewoon uit het normale assortiment? Hebben we ook nog gewoon een kortingscode voor 10%. Korting. Die zijn niet geldig op de feestdagenbundels, want die zijn al zo scherp geprijsd. Die zijn gewoon heerlijk. Dat snij je heel... Zo scherp zijn ze. Zo ja, scherp geprijsd. Snij je bij je eigen vingers in. Ja. Maar die kortingscode die is speciaal voor Koen, dat we die gaan zoeken. Die is monobrouw. Nee. Die vind ik wel leuk dan. Dus wil je nou water gaan drinken op dagelijkse basis om iets gezonder levensstijl aan te nemen? Dan moet je Airup nemen. Je hebt namelijk een geurpot die je erop kan doen en die kun je activeren waardoor je water drinkt met een geurtje. En blijft toch elke keer verbazen dat het zo werkt. Smaakt heel erg naar lekker bijvoort. Jesse, die kun je blijven voor de gek houden. Nou, lekker bijvoort mayo smaakt het heel erg. Oké, laten we naar Schiphol gaan. We gaan naar Schiphol. En ik heb toch nog twee Big Macs. Oh, die kunnen we misschien even eten, want we mogen weer stilstaan. We mogen weer stilstaan, ja. Of wil je het vliegtuig bewaren? Geniaal idee. Oké, het is 11 uur. Wij zijn door de security heen. We hebben dus nog anderhalf uur. Maar we hebben een bericht. Heerlijk, goed gedaan. Jullie zijn op Schiphol. Jullie komen steeds dichterbij. Gelukkig maar. Nou, dat valt over te twisten, maar Jezus. Goed. Ik heb een challenge voor jullie, waarmee jullie iets handigs kunnen verdienen. Jullie moeten het volgende woord, zeeaquarium, in foto's naar mij toesturen. Letter voor letter. En het mag niet van hetzelfde bord of iets dergelijks afkomstig zijn. Dus, staat hier een Z op. Wat ga je nu doen? Een Z zoeken. Maar waarom gaan we het op volgorde doen? We moeten gewoon niet een paar... Alleen de Z lijkt me... De Z in de Q. De Z in de Q. Die moet je hebben. Hier is Zurich, is er met de Z. En dan mag je dus maar één keer dit bord gebruiken. We zijn er. Schiphol. Dus kijken of ik die auto van die gast wel ergens zie. Ja, in principe, als we dezelfde vlucht hebben, dan boeit het niet. Dan is dit een soort safety car. Of zij hebben hem niet gehaald. Of wij halen hem niet als we niet opschieten. Zullen we gewoon gaan? Nog anderhalf uur of zo. Oh, Jezus. Stap dicht. Ja, ik ga eroverheen. Dat was echt nergens voor nodig. Nee, maar nou wel. Oh. Dat is ook een verdieping van alleen de klompenwinkel. Dat is even doms. Een klompenwinkel? En dan denk je hier, nul. Dat is gewoon alleen een verdieping voor de klompenwinkel. Dat is geen klompenwinkel. Dat is gewoon die klompen. Dat is gewoon die plaatjes van mij. Plaatjes? Wij staan toch op koe geparkeerd? Koe! Dus ik op klompen. Klompenwinkel. Kun je andersom staan voor het licht? Even andersom staan voor het licht. Wat is er? Hoezo moet ik andersom staan voor het licht? Ja, dus voor het licht even beter. Hoezo moet ik andersom staan voor het licht? Je wist het, hè? Fantastisch, hoor! Respectvol! Fijne vlucht zometeen. De volgende hint krijgen jullie wanneer jullie zijn aangekomen. Dus we kunnen nu mega gaan chillen. Ja, maar ik vind het kut, want hij zegt niet van, oh, feliciteer, je hebt het sneller gedaan. Dan gaan we zien als we daar zijn. Op naar Londen. We zijn binnen, mensen. We zijn door de douane heen. En misschien nog een belangrijkere taak voor mij vandaag dan Koen vinden. Pa-da-pa-pa-pa. Hebben ze gewoon meegenomen. Er zat een hele mooie, serieuze vrouw. Ze zat te kijken op het scherm. Die keek zo. Die ziet daar zo'n burger liggen. Ging ze nadenken. Liet ze hem gewoon doorgaan. Niks aan de hand. Mooi zeg. En met een goed voedzame maaltijd nog steeds op zak, krijgen Mattie en Milo de fotoopdracht. Jullie moeten het volgende woord, zomercheck, in foto's naar mij toesturen. Letter voor letter. En het mag niet van hetzelfde bord of iets dergelijks afkomstig zijn. Het team dat het snelst doet, krijgt van mij een leuke keuze die ze mogen maken bij aankomst. Jullie tijd gaat nu in. Voorbeeld, van het bord Starbucks mag je maar één letter gebruiken. Bijvoorbeeld de R. Jullie snappen het. Ja. Oké, maar we hebben dus 11 letters te fotograferen. Hoe groot achten wij de kans dat we het eerst zijn als we dat nu gaan doen? Want ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Mattie en Milo begrepen hier niet helemaal de bedoeling van de opdracht. Want het ging om netto tijd die je over de fotoopdracht deed. Niet wie als eerste de opdracht gedaan had. Een eventuele voorsprong had dus totaal geen effect op deze opdracht. Daardoor doen ze rustig aan met deze opdracht. En het zorgt ervoor dat het andere team deze tussenopdracht wint. Dat zou later in het spel nog wel eens een nadeel kunnen worden. We hebben alles gestuurd. Mooie collectie, zei ik zelf. Koen reageert met mannen. Schitterend. Fijne vlucht gewenst. Bij aankomst in Londen krijgen jullie de volgende hint. Oh, wat hebben we hier aan? We hebben dus niet gewonnen, denk ik. Hij zegt... een mental breakdown achter je. Hij zegt... Koen's zus. Koen had gestuurd. Het team dat het snelst doet, krijgt van mij een leuke keuze die jullie mogen maken bij aankomst. Laten we gaan boarden en dan zien we het zo wel. We zitten. Een soort van goed nieuws. Boarding is complete. Maar er zitten hier geen twee andere flatrollen in het vliegtuig, laat ik zo zeggen. Dus of ze hebben een andere vlucht. Of ze zijn er niet. Of ze waren al eerder. Nou, dat kan niet, denk ik. Terwijl zij hebben het vliegtuig gemist, dat zou echt tering grappig zijn.
Ja bro, de game gaat gewoon dicht. Jawel jongen, dat doen ze echt. Gast, we hebben een probleem. De game gaat over 4 minuten dicht. Dit is echt geen grap. Dit is geen grap. Oh nee, nee. Over 4 minuten. Dit is echt idioot, maar we moeten wel. We moeten naar gate H1. Dit gaat helemaal mis. Dat kluisje, hoor. De maxima droppelen. Helemaal achterin. We zijn de lul, hoor. We zijn oprecht de lul. Ik ben verrot, mensen. Nog 2 minuten, Milo. Als Mattie en Milo hier daadwerkelijk hun vlucht niet halen, is het spel eigenlijk al voorbij. En zijn het vrijwel zeker Robbie en Roel die mij als eerst gaan vinden. En zullen zij dus rijkelijk beloond worden. De gate ging 12:40 dicht. Met een beetje pech gaat hij ook echt weg, hè. We hebben dus een fout gemaakt. We dachten dat we naar een andere gate moesten. Die is helemaal aan de andere kant. De gate is hier al een paar minuten gesloten. Dat kan fataal zijn. Ik heb zelf op deze manier wel eens een vlucht gemist door een zeer kinderachtige medewerker. Maar Mattie en Milo hebben geluk. Oh. Het gaat af. Hey, we hadden eindelijk even rust. Ben jij nou uit die wedstrijdmodus? Wat zou zij er al zijn? Zie je wel. Zij denken ook van, oh mijn god, zij zijn er nog niet, ze hadden het niet. Ik zou zeggen, QC. Hey, ik heb ze echt niet gezien hoor. Nee, Chris, ze zijn er niet. Ze zijn sowieso, dit vliegtuig hebben ze niet nodig. Twee opties, of ze hebben een andere vlucht, wat ik me niet kan voorstellen, want waarom zou dat? Dat is fucking handig. Ja, maar als ja, net... zie je wel. Ja, of ja. Ze hebben hem gemist. Ik zal aan alle onzekerheid een eind maken. Niemand heeft zijn vlucht gemist. Beide teams hadden een andere vlucht naar een andere luchthaven in Londen op ongeveer hetzelfde tijdstip. We gaan naar de maan. Nou, wat prachtig. Geweldig. Hij heeft ook haast. Misschien okay. Is hij ook op zoek naar Koen. Ja bro, misschien... Oh ja, looking for Koen. Aangezien we geen bagage hebben en we er nu zijn, we kunnen nu toch gewoon zeggen dat we er zijn. Kijken of we hier of we dat hintje gewonnen hebben. Oh ja, dat weten we ook nog niet. Wat de volgende plek is, hint is, tip is. App hem, laat hem weten. Oké mensen, we zitten op deze vlucht. En eigenlijk was het niet de bedoeling dat we hier gingen filmen, maar er komt dat iets voorbij. Dat kon ik gewoon niet laten liggen. Boom, Pokémon horloge. 40 pond voor deze Pokémon smartwatch. Zo, die is lekker. Charge for 30, 60 minutes before first use. Ik kan hier helemaal niet chargen. Dit is nou niet gek. Het is echt niet gek hoor. Ik heb wel nog steeds honger trouwens. Zullen we hier die Big Macs doen? Nou, hij is helemaal open. Kijk, hij is helemaal verbogen. Kijk dan, hij is helemaal verbogen. Het was lekker toe zou ik zeggen. Zo ziet hij eruit. Mooi. Laten we eens proeven. Dit is nu droog. Dan krijg je mij een 10 plus. Ik zou zeggen... Dat is lekker toe. Milo en Mattie zijn inmiddels geland op London Luton. Een luchthaven helemaal uit de buurt van de binnenstad van Londen. Terwijl Robbie en Roel inmiddels op een veel gunstiger luchthaven zijn geland. London City. Ze zijn nog wel enigszins beloond voor hun voorsprong. En ze worden nog meer beloond. We hebben een bericht van Koen nadat we hebben doorgegeven dat wij hier in Londen zijn. Je laat snel de Schiphol opdracht. Gefeliciteerd. Nou ga ik u 2 fantastische opties bieden. De opties zijn, of je mag het andere team 10 minuten laten bevriezen. Die mogen geen stap meer zetten. Of 2, ze mogen 1 ja-nee vraag stellen over mijn locatie. En die moet ik naar alle eerlijkheid beantwoorden. Doe maar bevriezen toch? Ja-nee vraag, we weten niks. Wat ga je vragen? Nee, bevriezen, kijk, dan mogen ze niks meer doen. Maar stel, zij zijn ook gevlogen nu. Dan gaat het nu in en dan is het oké, we mogen niks doen. Oké, we zitten toch stil. Ja, dan zou ik het nog even bewaren. Dat is ook alweer zo. Ja, maar wat doen we met die vraag? Kun je niet zeggen, zit je binnen een straal van 5 kilometer van de London Eye? 5 kilometer ver, hè? Je kan die ring van Londen tekenen en dan zeg je, zit jij hier in deze ring? Maar dan weten we in ieder geval nu dat we die kant op kunnen. Anders weten we niet, want we staan nu hier. Wat moeten dat, we doen? Ja, dat is goed. Dat vind ik een hele goeie. We zijn in een pint eigenlijk, man. Nu ik altijd, als ik dan hier ben, dan heb ik daar toch wel weer zin in. Uiteindelijk gaan de jongens voor een ja-nee vraag en die luidt, Koen, zit jij binnen deze ring in Londen? En het antwoord op die vraag is... Hij zegt ja. Hoppa. Hij zegt ja. Lekker. Boem, nou dan gaan we daar gewoon heen. Gaan we gewoon naar het centrum en dan zien we dat. Ja, laten we gewoon daarheen gaan toch? Oké, je pakt mijn trainer richting het centrum. Nou, het waait hier echt ziek hard. Het waait hier ziek hard. Ik ben hier dus 1 keer eerder geweest. Dat was een hele smerige aangelegenheid. Maar Koen stuurt net wel een foto voor de volgende in. Hij zegt het volgende. Hij stuurt deze foto bij dus een underground station. Je ziet niet welke het is. En dan hier dit ding. Dit kunnen we ook wel tracken. Dit vinden we wel hoor. En dan met de tekst erbij. Wanneer jullie hier zijn aangekomen, krijgen jullie de volgende in. Zullen we het vragen aan een stoer? Misschien dat hij dit wel herkent. Dat dit heel bekend is in Londen. Wij zijn dus hier. Ja. Dat is Luton. Dat is dus best wel ver nog. Tering van de stad. Ver, ja. Zou ik zeggen. Stel we willen naar het centrum van Londen, is het nu 1 uur en 10 minuten rijden. En dit ziet eruit als een centrum, maat. Ja, welk centrum? Luton centrum. Er is geen Luton centrum. Er bestaat niet zoiets als een Luton centrum. Ja, maar de kans dat wij nu in Londen moeten, moeten we nog 1 uur rijden, maat. Ja. Ik heb er geen zin in. Maar dit moet toch in Luton zijn? We gaan dan niet 1 uur rijden naar het centrum van Londen. Wat vind je ervan, Louis? Niks. Zo, kan je naast je staan. Milo vraagt aan deze medewerker of hij misschien weet waar ik me op deze foto bevind. En die weet wel ongeveer wat het is. Zeker weten in Londen, zegt hij. Zeker weten Londen. Ja. Ja. Namelijk de beste reden daarvoor is dat er in Luton eigenlijk helemaal geen undergrounds zijn. Hij zegt wel trouwens dat alle undergrounds vandaag een staking hebben. Dus je moet echt met de taxi of te voet. De foto gestuurd. Oh, hey, mooi truitje. Wanneer jullie hier zijn aangekomen, krijgen jullie de volgende hint. Oh, maar dit krijgt het andere team ook. Wat heeft onze vraag dan voor nut gehad? Nu moeten we achterhalen waar het is. Hij heeft precies een duim ervoor. Dat zal hij vast niet expres hebben gedaan, hè? Wat een lul is het er ook. Dit is vak bij de London Bridge, van de Tower Bridge. Je weet al, van dat seksen. Huh? Het is het Central Point of London. Ja, dat is het. Wij gaan naar Londen toe. Boek uit.
Bedankt, Mart. En zo gaan Robbie en Raoul, zonder echt nog een precies plan te hebben, naar het centrum van Londen. Mattie en Milo hebben inmiddels de exacte locatie van Koen op de foto achterhaald. Door Greek Building London te googlen. En daarmee kwam de Bank of England vrijwel direct naar boven. Bank of England. Bruh. Het kon ook niet anders. Ja, we gaan met de bus. Hey, maat. Gaan we echt niet met de bus? Hallo. Dit is een ongekend skeer dat we dit hier staan te doen. Sean, stap je hand in mijn rijt. Ja. Hoi, ik ben Hans. Waar is het lopen? Nee, we gaan niet lopen hoor. Waarom niet? We gaan lopen. We gaan lopen, jongen. Kom op. We gaan lopen, we gaan lopen. We zweven weer dood, man. Ja, je hebt zo'n vieze gutsen, ben jij. Ja, Milo en Mattie moeten hier nog een aardig eindje lopen. Omdat precies deze dag een groot gedeelte van het personeel van de metro aan het staken was. En dus veel metrolijnen compleet stil lagen. Robbie en Roel hebben er eentje gevonden die nog wel ging. En hebben in de tussentijd ook de locatie van Koen de foto achterhaald. Roel, we zaten ernaast. Ja, dat gebeurt niet vaak, nee, maar we zaten er echt gruwelijk naast. We hadden totaal de verkeerde plek waar ook beeld stond van een man op een paard, want dat zagen we in de achtergrond van de foto van Koen. Nou is er één voordeel, wij wisten wel dat hij in de cirkel zat, dus we waren onderweg naar die cirkel. Dus ondanks dat we de verkeerde plek hadden, waren we op zich wel de goede weg. Ja, ja, het duurt nu een kwartiertje lang. Ja, het duurt een kwartiertje lang, we zijn letterlijk overgestapt uit een trein waar we eigenlijk nog in hadden moeten blijven zitten. En daardoor moeten we nu 10 minuten lopen, in plaats van dat we letterlijk stoppen onder de halte die heet Park. Ja, dat is dus de clue. Super leuk. Toen zagen we dit en toen wisten we ook van oké, dit klopt. Ja, dit klopt. Ja, ja. Maar we zijn lekker in Londen met z'n tweeën. Hoppakee, ik ben gay. Die andere twee hebben de vlucht gemist, dus we maken ons nou eigenlijk druk op. Ja, ja joh, boeien. We zijn er! Zo, jij had ook nog die bus die van mij. Nou, postcard van Londen. Ik wil zeggen dat het makkelijk te vinden was, maar we zaten de eerste keer goed fout. Ja. Dus zo makkelijk was het ook weer niet. Nee, en we hadden hier nooit kunnen komen, want door die staking is het dus wel echt vrij dicht hier. Dat is wel echt kut, maar ook weer niet, want wij zijn er. Ja, en we hebben een stukje mooi gelopen door dit prachtige... Kijk nou even hoe mooi dit hier is. Ja, dit is the city. The city of London. Welcome to London. Een heel ander land. En toch zijn er enkele dingen waardoor ik me hier enorm thuis voel. Ik kan me voorstellen dat jullie moe zijn van het reizen. 40 minuten. En dat denkwerk, moeilijk was het niet. En daar enorme van hebben gekregen. Dat klopt wel. Jullie kunnen wel een energizer gebruiken. Toen ik in het vliegtuig zat, heb ik uiteraard heel snel de strategische agenda van Flevoland van dit jaar gelezen. Erg interessant. Is je dat hele bestuur van Flevoland? Maar dit boeit me toch allemaal geen ene flikker. Die heb ik hier. En wat doet dit? Wat staat erin? Iets over een energizer toevallig? Nou, ga kijken. En na wat zoekwerk heeft Robbie de strategische agenda van Flevoland gevonden. En die heeft een duidelijke titel die wel eens iets zou kunnen betekenen. Over de brug komen, dat is de titel. Kijk. Hier in het verlengde ligt de London Bridge. Dus jij denkt... Over de brug komen. Jullie zo heet het strategische rapport van Flevoland. Ja, en dat heet over de brug komen. Dat is de titel. Ja. Dat is, daar is een brug. De London Bridge. Een van de bekendste staan met de touwbridge van het neuken. Klinkt plausibel, toch? Plausibel, zeg ik gewoon. Klinkt plausibel, maar ik ben een beetje bang dat wij elke keer verbanden zoeken die er niet zijn. Ik vind mijn idee helemaal niet gek. Nee, zeker niet. Oh, politie, maar we gaan... Oh, groen. Zeg maar aan die groen. Nee, kijk, het is rood. Ja, maar ik ben kleurenblind. Today I feel disabled. Hey, hier is het. Deze weg. Hier is het. Dat is het. Alleen maar rechtdoor. Dat is toch die kerk? Ja, weet ik niet. Ik weet het niet precies. Het zou hier allemaal kerk, waarom doen we het? Kijk, het is een bank. Het is een heel groot glazen gebouw, maar die zie ik ook nog niet. We hebben niks te verliezen, ouwe. Sorry mensen dat we door rood lopen. Het spijt ons. Oh, ik vind Krispy Kreme toch zo lekker, van die lekkere suikerige donut. Je doet me eraan denken. Ik heb dus wel eens van die Krispy Kreme op mijn voorruit zitten als ik net... Ja, die smaakt een beetje naar yogi. Zou we zeggen? Beetje naar yogi? Mooi. We komen zo erbij. Ja, straks is het dat helemaal niet, hè? Ja, we hebben het gevonden hebben. Hoezo? Jawel. Kerel, dat kan niet. We hebben toch gekeken op YouTube? Op YouTube. Ik ben echt benieuwd waar zij zijn. Of ze, hebben ze de vlucht gehaald? Moesten ze een latere vlucht? Het feit dat zij niet op dat vliegtuig van ons zaten is best gek. Ja, dat vind ik echt best wel vreemd. Volgens mij? Ja, dat is het. Dat is het 100%. We zitten goed. Dit is het Griekse gebouw, ja. En daar stond die bij dat bord. Is dat zeker het bord? Dit is het bord, ja. Kijk dan. Kijk mensen, dit is ongeveer het beeld dat je zag van Koen. Dit is het. Daar stond hij. Bankstation. Die beschermde iets met zijn hand. Dat is hem precies. Bankstation. Wanneer jullie hier zijn aangekomen, krijg je de volgende hint. Ja, kijk mee met live locatie, hè. Koen stuurt. Welkom in Engeland. Oh, ja. Een heel ander land. En toch zijn er enkele dingen waardoor ik mij enorm thuis voel. Ik kan me voorstellen dat jullie moe zijn van al dat reizen en al dat denkwerk. En daar enorme trek van hebben gekregen. Jullie kunnen wel een energizer gebruiken. Toen ik in het vliegtuig zat, heb ik, uiteraard heel snel, de strategische agenda van Flevoland van dit jaar gelezen. Ja? Hey, dit vind ik wel geld trouwens. Hier, het west. Nat west. Zo. Nat. Nattig? Moeten we neuken, denk ik. Ik had eerst agenda Flevoland, ik heb hem al te pakken. Kijk, pdfje. Strategische agenda Flevoland. Download. Oh, Trojaanse. Hey, zij doet ook mee aan het spel, zie je dat? Ze maakt hier precies dezelfde plek die foto. Ik ben Koen al gevonden. Die zit erop met een hoofddoek. Yo, mensen!
Zie je de Tower Bridge? Zo dik dat ook met jouw moeder. Nou, dit is de London Bridge. En dat is de Tower Bridge. Dat is de Tower grap. Bridge. Die grap heb ik ook al 10 keer gemaakt. Oh, leuk. Doe me denken aan toen wij een keer samen getowerbridged werden. Het strategisch adviesplan van Flevoland heeft als titel over de brug komen. We waren net daar en dat is de andere kant. Ja, dus daar zouden we dan overheen komen. Alleen wat dan bijvoorbeeld een energizer ermee te maken heeft, hebben we geen idee. Koen gaat altijd naar Joni Juice. Ja. Hij heeft mij laatst nog meegenomen naar Joni Juice. Okay. En daar zit heet een drankje, heet energizer. Ah. Kanus, dit had ik moeten weten. Weet je wat het echt was? Ik zag net energizer op, toen popten er 2 Joni Juices op. Toen dacht ik nog, hey, Koen gaat hier ja, altijd naartoe. Die popte ook op. Ja, als je energizer zoekt, krijg je Joni Juice. Dat klopt, er is een drankje wat daar zo heet en Koen neemt dat altijd. En die heb je over de brug, heb je die? Die zit alleen maar aan de andere kant, nou trouwens hier zit hij ook, maar die is verder lopen nu. Nou, dan gaan we daarheen. Nou, ik denk wel dat we dus echt over de brug moesten. Ja, godverdomme! Ik baal van mezelf. Dit is een erg sterke theorie en het zou wel eens goed kunnen zijn. Milo en Matty zitten nog midden in het raadsel. Over de Flevolandse sterke regionale economie. Ja? Door inzet op hernieuwbare energievoorziening kan de maakindustrie worden versterkt. Ja, what the fuck, het gaat niet over energie. Flevoland wordt de koploper in circulaire bouweconomie. Zo. Er moet een dependence van een TU in Flevoland komen. Wat heeft dat met Londen te maken? Is Engels woord, een dependence van een TU. Is hier niet een TU? Ja. Yeah. Dit is niet helemaal de goede richting. We zetten nog even te kijken naar het Flevoland strategisch plan, die agenda. Ja, de titel van het hele plan is over de brug komen. Je hebt natuurlijk in Londen heel veel van die bruggen. Dus jij moet spuiten over de Tower Bridge. Spuiten over die Tower Bridge. Nou, die kennen wel een paar mensen hier in Londen. Maar goed, Tower Bridge is 20 minuten lopen. 20? Ja. Zeg maar, de titel. Conjo. Doet het hij nog een keer? Echt triest. Goed, ik heb het daarin. Je zou... Jezus, Mina. En nadat de hele fanfare langs is geweest, komen ook Matty en Milo op de juiste locatie die mij thuis laat voelen. Hé, hey, ik weet niet of dit iets is, man. Maar ik zie hier bij die Joe and the Juice, waar hij altijd heen gaat. Je hebt er iets op je menu. Joe and the Juice? Ja, daar gaat hij echt altijd heen. Net als die trieste sportschool waar al die gasten... Is dat Arie Boomsma? Ja. Ja, ik zit bij die Joe and the Juice, kijk. Ze hebben daar iets, een sapje, dat heet Energizer. Dat is 100% waar. Maar ik weet zit niet dicht bij de brug? Ik weet nog niet wat hier hebben. Bestaat dat hier wel? Is dat niet iets Nederlands? Ik veel. Oh, jawel. Komt het hier vandaan? Zo, mogen dikke bij. Kijk dan. Je hebt vast de enige over de brug, die ene. Want zit... Oh ja! We kwamen net achter over de bridge. Die Thames die heeft heel veel bruggen en daar moeten we de sowieso overheen. Zou dit het zijn? Energizer. Het is wel het eerste. Het is wel een heel sterk bakje, maar we moeten het gewoon doen, toch? We moeten in ieder geval over die brug heen. Laten we net dan over die brug heen. Ja, we gaan lopen. Over die brug. En anders hebben we gewoon even een energizer. Hey, beter gaan we rennen, het wordt ook donker. Straks raken we, vinden we Koen nooit meer. We gaan weer sprinten, dit is onze dag. Dit is alsof we die triathlon lopen samen. Maar hier loop je nog meer voor lul. Er zijn natuurlijk ook een keuze of zo. Een soort voordeel bij het aankomen met die challenge. Dat hebben we helemaal niet gehad. Nee, wij hebben een soort nadeel. Dus we hebben verloren. We hebben verloren. Met die foto zo, maar dat boeit niet. Het gaat nu om nu. Het is die brug, hè? Het is de brug waar we over moeten. Dit is de Southwark Bridge. We moeten gewoon over een brug. Waar is de Tower Bridge? Is dat de Tower? Dat is hem! Ja, ik ren ook. Ik ben helemaal dood, gast. Ik heb nooit zoveel workout. Robbie en Raoul hebben inmiddels 2 Energizers besteld. Hitsy! Mijn favoriete drankje. De Energizer. Stond die op de kaart? 2 times, nou, dat yes, kan please. Toch niet anders dat dit hem is? Dit is hem, 100%. Alleen wat ze niet doorhebben is dat de hint binnen verstopt is. Beter kijken. Ah, gaat dat er niet zomaar naar binnen lopen en allemaal lopen kijken? Ga jij nu naar binnen, anders wordt het raar. Broer, ik ga hier naar het toilet. Zit iemand met een bank zit te struin binnen? Flikker op. Zit die gozer in een bank zit te struin? Nice shirt, man. Hi. Raoul. Hallo, Robbie. Well, then, guys, hi. So I have I think it's the final clue. Oh, the final. Yeah, I have an MP3 for you. So the clue is in here. Okay. So have a listen. Yeah. And it should tell you where to go next. I will go to the toilet real soon. Ga je even naar de wc? We zitten midden in de heat van de game. Ah, joh, weet je. Ja, ik zei toch, ik moet naar het toilet, maar ik zag hem ineens. Maar dus hij zei niks tegen jou. Ja, ik zat naar het toilet en ik zie dat. Ik denk, ik ga weer terug. Kan ik er niet beter heen? Hou ik even dus uit jouw tijd. Ja. Even aanzetten op het knopje. Dan krijgen we een mooie animatie te zien. Dit is even gaaf hoor. Suzanne en Freek. Dit nee niet. Een MP3 van Suzanne en Freek? Ja, wat nummer is het? Als het avond is. Maar ik denk dat dit nep is. Want je hebt ook van Block Europe, heb je ook de Shah. De Shah. Eén van de nummers op de MP3 is van Suzanne en Freek. En het andere nummer, The Shard van D Block Europe. Oh, de Shard. The Shard. The Shard heet het. Als je hem aankleedt, heet het The Shard. Maar The Shard is, dat is een, dat is een, Dat, vaak een locatie. De Shard. De glazen wolkenkrabbel van 87 etages. Het is dat gebouw met die punt van James Bond, waar wij het over hadden. Zo. London has fallen. Overal zit hij in. Is dat niet gewoon de eindbestemming? Dat zou wel echt gewoon ziek de boot zijn. In, hè? Dat is wel 20 minuten lopen. Ja, dat maakt niet uit. We rennen. En op een weg naar de Shard komen Robbie en Raoul eens 2 hele leuke jongens tegen. Ha! Kijk! Losertjes! Lopen ze. Zij zijn echt veel te rustig aan het doen. Fakka, moet je kijken, hier is de hint. De bank zit in zijn hersen. Been zet hersen op. Ja, is goed. We moeten nu wel haasten, want we zitten echt maar 2 minuten achter ons eigenlijk, ja. Hè? Ja, zij zeggen altijd, wij zijn team tryhard. Maar het scheelt gewoon echt niks nu. Hé, maar gaat er niet echt rennen? Ik ben kapot dan.
Okay. €6,30. €6,30? €6,30 voor dit. Moet ik een foto sturen? Koen, ja, stel je voor, reageert. Ja, leuk. Ja, dat kan, maar als in... Kijk, zij komen hier ook vandaan. Maar ze hadden geen sap, hè? Die hebben sowieso weggedaan, want anders gaf dat te veel weg misschien voor als ze ons tegen zouden komen. Nee, als ze ons zeggen, dan zijn ze echt niet meer bezig. Ik was fucking dom, man. Krap, vrouw! Bro, wij sturen dit en Koen stuurt niks terug. Hij stuurt gewoon niks. We zitten helemaal fout. Zou dit er niet zijn? Zullen we even binnenkijken dan? Ja, dat binnenkijken is een goed idee van Milo. Want ze weten de man met de murt snel te spotten. Ja, hij heeft die trui aan. Dat is niet normaal. Hallo. Sven, hoe is het? What a nice Het is niet normaal. Congratulations on finding me. Yeah, thank you. Okay. So I have the next clue for you. Yeah, please. MP3, listen to it and that will give you the hint to... Thank you so much. Do you like the design? It's pretty cool. Yeah. And the back as well. Okay. Hebben dus die MP3's van de gast? Hij moest ook zo lachen dat we die zagen. Ja, hij vond het zo mooi. Mooi is dat. Hij had een sukkel, die andere gasten zagen daar meteen. Ja, klopt. Zijn ze daarheen gelopen? Ja, sowieso kunnen we alvast daarheen lopen. Die hebben het hier al geluisterd. Zou ik wel verluisteren? Dat is een voordeel voor ons. Zij komen daar vandaan, 100%. Misschien snappen ze het wel niet. Zou ik luisteren? Ja, dan lopen ze toch verkeerd. Hoe gaat het aan? Weet je niet hoe het werkt? Nee, hoe gaat het aan? What the fuck? Oh, hij gaat aan. Ik moest de playknop ingedrukt. Ja, domme lul. Tuurlijk moet je de playknop aandoen. Zet er helemaal wat aanknop op. Wat een aanknop. Susanne Freek. Als het avond is. Ze hebben het over iets Engels. Of is het gewoon een meme? Maar is dit alles? Of is het gewoon een meme die er ook op geplukt? Nee, dit is gewoon. Kijk, wat hebben we nog meer? Heb je nog iets? D-Block. D-Block Europe. The Shard. The Shard, is dat iets? The Shard Londen. Wolkenkrabber in Londen. Shard. Ja, oké, wat is dat met Susanne Freek te maken? Als het avond is, moeten we daarheen. Dus voor het avond is misschien. Ja, maar is dat die kant op? Weet ik veel, maar dat zijn zij. Even. Ja, ik heb toch alles in mijn handen, je moet hier ook kijken joh. Maar is dit alles wat erop staat? Maar waarom zijn zij zo relaxed? Waarom snap ik echt niet? Nou, wat zou ons zien aankomen? Ze weten dat ze dik voorlaten. Ja, hij is nog niet heel dik trouwens. De Shard, 750 meter. Ja, daar zijn we er bijna. 13 minuten lopen weer. Ja, we gaan sprinten. Ik ga niet sprinten. En dan is de eindsprint begonnen. Beide teams zijn onderweg naar de Shard, een wolkenkrammer in Londen. Maar wie arriveert er als eerste? En is dat wel de locatie waar ik me bevind? Maat, ik zit de hele tijd over mijn schouder te kijken. Hier is het. Ja, maar gozer, weet je hoe groot het is? Probeer nog even de goede ingang. Oh ja, dat is wel waar trouwens. Jezus, wat een gebouw zeg. Reet hoog. Ja, zou je hier naar boven kunnen? Ja, ik denk dat als dit een eindlocatie is, dan moet je naar boven zien te gaan. Je hebt daar wel, heb je de Shard Viewing Gallery. Gaan we gewoon voor het Viewing Point? Ja, ik zou gewoon Viewing Point gaan. Ja, dan doen we dat. Nou, gezellig hoe. Nou, trek jij hoe. Dit is hem. Dit is de Shard. Ik ben kapot. Shard Quarter. Dit is het gewoon. Dit is... Ja, maar ze zouden gewoon omhoog moeten. De Shard is die hele dikke grote punt. En die View die staat daar. View? Ja. Ja. Dit is het. We gaan hier naar binnen. Maar mochten die filmen van die guy, dus we doen maar net maar je moet toch hier omhoog? Dit is toch het gebouw? Nee, blijkbaar is dit het dan, denk ik. Stel, zij komen nu binnen. Maar ik wil eigenlijk naar het uitzicht kijken, maar... Ja, ik kijk zelf wel naar het uitzicht. Zo, het is gruwelijk hoog. Hij staat hier niet. Hij is sowieso op het skydeck. De laatste traptreden op de top van de Shard. Zitten Raoul en Robbie hier goed? Of hebben ze deze klim toch voor helemaal niks gemaakt. Dat meen je niet. Zit die biegel te maken? Ik wacht hier al 10 uur. Je hebt me gevonden. Jullie zijn de eerste. Ja, weet je dat we eerder zijn? Ja, we hebben ze gezien net. Hebben ze gezien? Ja. Dat meen je niet. Ja. Ze zaten echt maar, ik denk maar 1 of 2 minuten achter ja, ons. Ik heb hier dus zien rennen. Dat meen je? Jij ook sprint. Ik wist niet dat Milo zo hard kon rennen. Oh, wat is het ziek? Wij waren eigenlijk helemaal niet naar buiten gekeken. Want we waren in beneden een rondje lopen. We deurden geen tijd te verspillen. Wat is het ziek, hè? Ik had gezegd, degene die als eerste komt. Oh. Ja, die krijgt een te gekke prijs. Oh. Die is voor jou en die is voor jou. Hey, ik ben echt trots op jullie. Ja, ik ook zo. Nu. Een sicke Gucci bitch. Zullen we deze ophouden en even verstoppen? Ja, dat ze zeggen, ja leuk, we weten dat ze eerder zijn, maar dan hebben we ook nog een Gucci-muts op. Maat, ik ben helemaal verrast. Ja, 100%. Ik wil eigenlijk niet eens heen. Die zijn ze sowieso. Ze staan hier 1000%. Ze zijn niet meer gezien. Ja, ik hoop. Ik hoop wel dat Koen veilig is. Dat zou ik wel fijn vinden. Kan mij dat schelen? Ah, daar staat hij. Er is eentje. Maar ja, ik zie de rest. Ik kan verstoppen. Die zit zeker om het hoekje. Hé, jongen. Waar staan ze? Ze zijn er nog niet. Nee, gelukkig. Ik hoop deze wat dag geflikkerd hebben. Hoop ik. Ja, wat vet, man. Dat wil de eerste zijn. Dat is hoger die er is. Waar zijn die gasten? Zeg nou. Ja, bang. Ik weet het niet. Zie je dat er wel zitten kijken? Je wist het, hè? Je wist het. Maar wel even iets anders. Wat vind je van onze vette muts? En jullie waren, ik zweer het, jullie waren, ik denk oprecht 2,5 minuut later. Ja, het scheelde echt niks. Jij bent helemaal rooie. Ik heb vandaag, sinds ik uit die trein ben gestapt, niks anders dan keihard rennen. Mensen, weer bedankt voor het kijken. Jongens, gefeliciteerd met jullie muts. Dankjewel voor de muts. Als je even gaat verstoppen in Londen, soms moet je niet om 5 uur een appje sturen. Ja, zo dom. Doei. Hoppakee, ik ben gay. Heb je daar problemen mee?